Luc de Vos. Op 12 juli zou hij 60 geworden zijn. En een van zijn klassiekers, Mia, is er 30. Die combinatie wou Gentenaar en radiopresentator Wim Oosteling niet zomaar voorbij laten gaan. We hadden met Willy het idee, het radiostation, het idee om iets te doen rond 30 jaar Mia. Het is dit jaar 30 jaar geleden dat Gorky het debuutalbum uitkwam. Dus 30 jaar Mia, want dat staat erop. En we dachten van, daar gebeurt niks over. Iemand moet er iets mee doen. Oké, dan doen wij het als Willy wel. Wij gaan een muurschildering laten maken van Luc de Vos. Ja, ja, applaus. Straatkunstenaar Michel Steppe werd bereid gevonden om een muurschildering van maar liefst 12 meter hoog te maken. Eerst dacht ik aan een portret, maar dat is zo, ik weet niet. Dan ben ik gaan overleggen met Sandra en Bruno, de vrouw en de zoon, hoe dat ze het zagen. En hun enige vereiste was eigenlijk dat hij een gitaar vast had en dat hij in volle ornaat bezig was. Gelijk dat hij echt zo bezig geweest zijn. Resultaat, een zingende en gitaarspelende Luc de Vos, die eigenlijk krijgt waar hij recht op heeft. Ik denk dat het op deze moment een heel toffe ervaring is dat eerbetoon dat Luc krijgt. Hè. Als Arno in Oostende zoiets krijgt, ja, dan verdient Luc dat zeker hier in Gent. En nu met die 30 jaar Mia, nou, dat is fantastisch hè, dat dat nog gebeurt. Dat de zanger van Gorky net aan het Sluizekepark is vereeuwigd, is niet toevallig. Het is een unieke locatie. Ik heb hem hier vaak ook tegengekomen, ook in het Serpentstraatje Oudburg. Dus in het hart van de stad, in het centrum. Prachtige muur, prachtig parkje hier. Mooi moment van rust in de stad. Dus een unieke locatie voor een unieke persoon. Hij komt terug thuis. Hij komt terug thuis en ik denk, mocht hij dit zien, dat hij heel fier en heel blij zou zijn dat hij op die manier vereeuwigd is in het Gentse straatbeeld.